Welkom mensen, dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag ben ik toch met iets prachtigs. Zoals jullie misschien weten, wil ik graag 3 dingen in mijn leven. Het eerste is een huis met een zwembad. Het tweede is een kind. En het derde is een eigen app. Nou, dan zijn 2 van de 3 dingen al gelukt. Ik heb alleen nog geen app. Dus de vraag is, hoe gaan we dit lukken? Hoe ga ik het doen? Ik kan dus helemaal niks qua designen van apps of qua programmeren van apps. Toen kwam ik op deze site, op Fiverr. Even voordat deze video begint. Ik word gesponsord. Nee, ik word niet gesponsord. Helaas was het maar zo'n feest. Fiverr, als je dit kijkt, sponsor mij nou. Vind je dit een leuke video, mensen? Laat dan een duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Ik ga jullie in deze hele video door het proces leiden. Dat ik op Fiverr, dat is een website waarop je dingen kan laten maken voor je. Betaal je geld en dan krijg je iets. En een van die dingen die je dus kan laten maken is een app. Je kan een app laten maken. Dit is toch fantastisch? Voor 20 euro. Een app. Even kijken naar het filmpje. Fantastisch. Dat is Mario. Ik heb even kort gekeken, maar voor de rest heb ik nog niks te zien. Ik ga dus een app laten bouwen door deze persoon. En ik ben echt ziek benieuwd wat hier uit gaat komen, wat hier gaat gebeuren. Het gaat dan denk ik wel een paar dagen kosten. Maar ga je door het hele proces heen loodsen. Ik ben echt fucking benieuwd. Ik heb er trouwens 2 gevonden. Deze vent dus, de Torino en Bramsk. Ik ga ze allebei proberen. Dan gaan we kijken welke app het beste is. Je kan hem ook, nadat je de app hebt, ook echt laten plaatsen in de Google Play Store. Nou, dat is natuurlijk ziek mooi. Dat ga ik doen. Dus als je nou een Google telefoon hebt, kijk zeker deze video. Want dan kan je hierna mijn app downloaden. Oké. Laten we maar gewoon kijken wat er gezegd wordt. Hij heeft zieke sterren. 5 sterren. Working with the Turin is always such a pleasure. Is altijd leuk. Hij is zeer getalenteerd. Hij werkt snel. Communicatie is goed. En hij zorgt ervoor dat het werkt. Nou, fantastisch. Ben je op zoek naar een Android game die meteen gepubliceerd, meteen online gooit? Worden, dan ben je op de juiste plek. Nou, kijk aan. Ik heb 4 jaar ervaring in het maken van mobiele games en graphic design. Hij heeft meer dan 100 games gemaakt over de years. I will provide a high quality Android game. Een hoge kwaliteit Android game voor de laagste prijs mogelijk. Jouw tevredenheid is mijn werk. Game includes full game APK. Ad mob integration. Kan je dan geld? Kan je dan een beetje samen verdienen of hoe zit het? Mobiel advertentiebedrijf. Ja. Dit is even lekker zeg. En hoge kwaliteit splash screen. Wat is dit? Oh, een soort opstartscherm. Dit is echt vet, jongen. Dit is echt ziek nice. Oké, je game kan je eigen naam krijgen. Je eigen appnaam. Je eigen package naam. Order now. Contact me before you do. Oké, je moet eerst contact met me opnemen voordat ik kan orderen. Hij heeft 5 sterren, 369 reviews. Level 2. Nou, ziet eruit als een aardige gast. Hier kan je hem orderen. Dan kan je app submission er nog bij doen. Oh, dan wordt hij. Dan upload hij helemaal naar Android. Nou, dat moeten we sowieso hebben. Verander dus zeg maar het poppetje en de background in de game. Nou, gaan we ook zeker doen. More characters. Oh mijn god. Je kan je dus mensen toevoegen. En op het moment dat je genoeg munten haalt, dan krijg je die persoon. Ik ga vragen of de andere bankzitters mee willen doen. Dat zou echt fantastisch zijn. Stel je voor, je kan de andere bankzitters unlocken met mijn app. Dat zou fantastisch. En een video trader. Make een video trader 35 seconden. Nou, doe ook maar. Ik kom op 62,59. Nou, dat is geen geld. Maar ik moet hem even een berichtje sturen. Dat gaan we doen. Trouwens, dat ik even tussendoor tegenkwam. Dit is bizar. I will message your boyfriend to see if he's cheating on you. Dan kan je dus... dan kan je dus... Deze chick moet je dan 4,81 euro betalen. Dat is 4,81 euro. En dan gaat ze iemand naar jouw keuze, gaat ze een bericht sturen. Met dan dit erin. Hey, I know this is random, but I think you're really cute. Ik wil dit eigenlijk wel met mensen gaan doen. Ik ben gewoon benieuwd wat ze reageren. Oké, maar ik heb nu dit met me gedaan. Dus ik doe even refreshen. Ik ga hem nu een bericht sturen. Maar kan hij hem ook naar de Apple App Store toevoegen, of niet? Ik kan ook een Apple App Store. Dat is vet. Maar ik weet niet of dat kan. Possible features. And I would like 5 custom characters. Nou, zullen we meer doen? Ik kan er wel eentje bij bedenken. Ik wil Milo. Ik wil Rob. Ik wil Raoul. Ik wil Matt. En ik wil een lekker wijf. Wat dan de winnende is. My budget is gigantic. Please let me know if this is... possible. Hartstikke ideetje. Ja, we gaan het sturen naar de Tourion. Ik ga trouwens even toch een lekker kopiëren. Ik ga even dit bericht sturen. Even kijken wat hij reageert. En op basis daarvan kan ik wel een... even vragen aan iedereen of ik ze mag gebruiken. Dat lijkt me een goeie. Dat lijkt me een uitstekend plan. Ik heb het gestuurd. Oh my lord. Oh. Ik zie een ding. Ik zie een rood dingetje daar. Oh. Hey, hij heeft gereageerd al. Ho. Wat gebeurt er allemaal? Let's go. Hey, take a look at these games here. Oké, hij heeft een YouTube linkie met games die hij gemaakt heeft. Oh mijn god, dit is vet. Oh mijn god, ik kan gewoon een soort app kiezen die ik wil maken. Dit is gaaf. Dat is wel cool. Ja. Even kijken wat voor apps hij heeft. Jungle Adventure. Dit is schitterend, hè, dit. Ik vind dit werelds, jongen. Maar dit spel dit hebben we net gezien. Dat is niet heel bijzonder. We hebben Superboy. Nee, lijkt er heel erg op. Maar hier moet je dan schieten ook. Dat is al leuker, vind ik. Flappy Bird Style. Uiteindelijk was het een app van 20 euro. Ik ga waarschijnlijk gewoon rustig 200-300 euro aan uitgeven. Maar niet uit. Ik heb wel een app, hè. Dan kan ik wel gewoon zeggen dat ik een app heb. Maar dit bestaat al. Dat vind ik niet leuk. Games are only available for Android. Oké, dat is jammer. Each game 20 euros. You get... Oké, nou, dat wil ik sowieso. Dus 20 euro, dan krijg je dat allemaal. Oh, I can make customizations to character. Ja. Dat moeten we hebben. Je kan ook app in-app purchase. Add leaderboard. Oh, leaderboard wil ik ook. Even goed gaan nadenken wat we willen. Ik ben cool. I would like the following. Ja. Wacht, ik moet iedereen even bellen om te vragen of ze het oké vinden dat ik ze in een app stop. Oh man. Yo, man. Met wie zijn jullie allemaal? Je vader is hoermoeder. Wacht, ik kan jullie even zo laten zien. Jongens, ik heb een vraag aan jullie. Zien jullie mij?
Echt niet? Ja, helaas wel. Luister, ik ben bezig om een app te laten maken voor $20. En nou, dat wordt hartstikke leuk allemaal. Het enige ding is, je kan er ook poppetjes vrij spelen. Ik wil graag jullie hoofd gebruiken. Vind je dat goed? Hoe krijg ik dat voor? Je mag de app gratis downloaden. Wat kost die app normaal? Is het een video? Dat is een video, ja. Wat kost die app normaal? Niks. Maar dat had je al, maar gratis gewoon weer downloaden. Ja, maar zeg even ja. Maar wat voor hoofd krijgen we? Ja, dat weet ik nog niet. Ja, maar het wordt zeg maar zo'n poppetje. Zeg maar, zo'n poppetje wordt het. Maar dan van jullie hoofd. Oké. Okay. Ja? Ja. Hey, is Roel ook bij jullie? Ja, die zit daar. Roel, vind jij het ook goed? Hè? Maar waarom maar zo'n poppetje met grijs haar en kripels? Oh, dat is leuk. Dat is goed. Dat ga ik doen. Oké, okay. Jongens, dankjewel. Hè. Doei. Oké. Die vinden het goed. Dan moet ik eigenlijk Milo nog even bellen. Mensen, altijd toestemming vragen. Vergeet nou niet. Altijd toestemming vragen. Kijk, als hij niet opneemt, dan ga ik hem gewoon gebruiken natuurlijk. Zo makkelijk is het ook alweer. Oké, jammer. Hij neemt niet op. Dan gaan we hem gewoon rustig gebruiken. Mensen, altijd toestemming vragen. Vergeet nou niet. Altijd toestemming vragen. Oké, dus customization van de 5 characters wil ik. Zo, dat wordt €75 al. Tering. Oké. Ik ga denk tot die andere ga ik even laten schieten. Ik ga toch denk deze app doen. Dit wordt anders wel vrij duur. Also, in-app purchase for the 5th character. Vraagteken. Ik heb geen idee wat hij anders bedoelt. Je kan dus in-app purchases erin doen. Dus mensen, koop nou die purchases. Leaderboard willen we ook. Also leaderboard. Also game submission. Also trailer. Kijk, we willen eigenlijk gewoon een... Alles. Oh, add another character. Willen we ook. Add another character that will be unlocked with coins. Enter. Oké. Nu ga ik de 5 mensen omschrijven. Dit wordt echt fantastisch. First character must be named Koen. A guy with red hair. Als we toch bezig zijn. Very slim. The second character must be named Milo. A bald guy. Very long. The third character must be named Robbie. A short, very fat guy. The fourth character must be named Raoul. A old guy with gray hair. The fifth character must be named Matty. Dat is een bochel in het Engels. With a ham. The sixth character must be named Priscilla. Very nice girl with big boobs. Dit kan toch niet? Oké. Dit is schitterend. Dit gaat echt tanto duur. Dit wordt alsnog tanto duur. Ik zeg €20, het wordt alsnog €200. Alright, let me check. Oké, dit is goed, dit is goed. Ik ga even zorgen dat hij een goede app gaat maken. I'm making a YouTube video out of this. So, this is your time to shine. Hartstikke idee. Hatsa hutser. Kom op de toerionen. Zeg nu van, dat wil ik niet. Game will be chosen for the videos I sent you. Oh, okay, hebben we deze. Ja, dit is echt wel saai hoor dit. Hier is niks aan. Die Super Bowl shoot is wel leuk. Die is wel leuk. Flappy Bird style. Falling Square. En dit is f***ing saai. Desert Run. Wat is dit? Ik vind deze goed. Dit is wel goed. Hier kan je die poppy zo. Ik wil Desert Run. Desert Run. Maar ik wil niet de Desert Run, maar iets anders. Dan moet ik even, ga ik even over nadenken. Even kijken. Ik wil die Desert Run. Dat is een leuk spel. Oh, met een gehaktbal. Ja, ik wil een gehaktbal. Ja. En dan noem ik het spel Pasta Pasta. A few moments later. Pieces of cheese. So random. The name of the game. Hasta pasta. Hasta pasta. Oh, ik heb zojuist een miljoen idee bedacht. Hasta pasta. Dit is fantastisch. Ik heb geen flauw idee of hij hier zin in heeft. Dus waarschijnlijk denkt hij ook van, die heeft voor die paar centen. Maar jongen, ik ga hem gewoon rustig $200 betalen. Eigenlijk moet ik hier ook nog iets van bedenken wat het moet zijn. Dit is, kan ik nog wel van die pizzasnijers. Dit lijkt wel een beetje op mijn poppetje. De ginger. Als je het exact teams to choose. Ah. How much does it cost to make a custom theme. Als het meer dan $50 is, doe ik het. Als het meer dan $50 is, doe ik het. Als het meer dan $50 is, doe ik het. Oh, maar ik wil er zelf een. Oh, hij kan het niet. Maar deze lijkt er wel een beetje op. Image 8 quite looks like it. Ja. Hé, ik ben toch geen koude mogel? Jezus. Hierna hadden we nog een klein beetje contact over hoe ik het precies wilde doen en wat ik precies nodig had. En toen kwam het moment van de prijs en hoe lang het ging duren. Oké, we wachten nu op het moment dat hij gaat zeggen hoeveel het gaat kosten. Ik maak me akelig veel zorgen. Oh. Ik vrees, met grote vrezen, dat we boven de $200 uit gaan komen. Totale prijs $245. 18 dagen? 18 dagen. Oké, het is nu 23 mei. Dat betekent 10 juni. Jezus Christus. Dit is wel goed hoor. Hij gaat dan mijn game maken. Een icon krijg ik. Een screenshot van de game. Een trailer. En source code van Android. Geen flauw idee wat ik ermee kan. Future graphic image. Nou, dat vind ik fantastisch. En hij gaat de game aan Google Play. Wacht. Google Play console. That is the store
Right. $230. Hoeveel is $230 in euro? Dat zou €210,89 moeten zijn. Dat is wel even iets anders dan die €20. Maar dan hebben we straks wel een app, jongens, waar ik trots op kan zijn. Heb ik eindelijk mijn eigen app. Ik zit nu te denken ondertussen aan dit ding. Message your boyfriend to see if he's cheating on you. Ik kan dit ook doen. Nou, andersom. Dat zou toch fantastisch zijn? Mensen, bij 10.000 likes deze video ga ik dat proberen als man zijn. Niet dat ik daar zo lekker ben, maar ik heb wel veel volgers op Instagram. Dat zou toch fantastisch zijn? Like deze video. Mensen, daar is hij. €221. Die klopt helemaal niet. Ik word nog genakt ook met de wisselkoers. Service fee van €11. €11 service fee. Mensen, €211 voor een app. Doe dit thuis niet na. €232. Kom er nog bij. Die €11. Godsamme. Ik word genakt. €232,56. Hi, Hatsa Hutser. Congrats. App name. Oh. Ik zit denk om de app Kaasje te noemen. Zou Kaasje al wel staan? Nee, bestaat al niet. Ik wil Kaasje. A few moments later. Oké, mensen. Alles is gekocht. En nu is het een kwestie van 15 dagen wachten op mijn app Kaasje. Dit wordt fantastisch. Mensen, ongelooflijk. Het is zover. De app is er. Ik heb een bestand gekregen van de maker van de app. En hij staat nu in de Google Play Store. Maar ik ga hem zo even spelen. Eerst even kijken wat we gekregen hebben. Screenshots van de fantastische app. Fantastisch. Kijk nou, dit ben ik. Dit is Koen. Ik ben een ginger. Dit is Milo. Milo is kaal. Dit is wel schitterend. Kaasje. Kijk op die kaasjes. Ziek nice. Dit is Rob. Hij is tanto dik. Oh. FC Roelie. Dit is toch mooi. Dit is toch fantastisch. Met zijn bochel. Dit is schitterend. Matt is niet helemaal blond. Dat ik volgens mij wel gevraagd had. Maar ja, die gast kan het in krijgen. With a hump. Is that possible? En het lekkere wijf. Het lekkere wijf. Mensen, als het goed is kun je het lekkere wijf kopen. Maar dat zien we straks. Oh mijn god. Ik heb ook een videotrailer gekregen. Jongens, de videotrailer. Daar gaan we. Dit is schitterend. Dit is schitterend. Kaasje, tap to play. Kijk nou. Oh mijn god. Hard to master. Ja, ja, ja. Hartstikke idee. Heerlijke geluidseffect ook. Dit is zo schitterend. Crazy characters, jongens. Crazy. FC Roelie. Matty. Het lekkere wijf, die kan kopen. Koop nu dat lekkere wijf. Milo. Kale Milo. En mensen, ik ga het nu kopen op Google Play. Wil je nou Google Play te goed? Ga naar ikwildegoed.nl. Dat link in de beschrijving. Dan kan je het lekkere wijf kopen. Dat wil je. En download nou die app. Ook een link in de beschrijving naar de app. Kan je hem downloaden? Laat even 5 sterren recensie achter. Je ziet nu mijn telefoon als het goed is. Ik ga de app openen. Kaasje. Kaasje. Dit is fantastisch. Oh mijn god. Mijn eigen app. Yes. Oh mijn god. Oh, ik moet eerst denk ik die kopen voordat ik de rest kan kopen. Oh. Ah, ze kosten allemaal geld. Oh. Dat was niet de bedoeling. Dat is ook zeker niet wat ik gezegd heb. Maar wil je nou Roel, Mattie of het lekker wijf kopen? Genaamd Priscilla. En dollar? Tanto weinig, broertje. Als ik Mattie wil kopen, wat zegt hij dan? €1,09. Google Play zal er €15. Kijk, die gaan we kopen. Nou mensen, dat is geen geld. Daar kan je niet voor zonder zitten. Je hebt 2500 kaartjes nodig om Raoul of om Rob te kopen. En voor Roel en Mattie heb je nodig. Jongens, ik zou je beloven, op het moment dat Roel en Mattie vaak gekocht worden, dan ga ik hun geld geven hiervoor. Dit was niet de bedoeling dat zij geld zouden kosten. Trouwens, alleen bij Roel. Want van Mattie krijgt toch nog veel geld. Mattie heeft genakt met een duimpje kleding. Kijk maar even spelen. Ik ben hartstikke dood. Het speelde gewoon echt lekker. Hatsa. Zo. Kaasje. Reclame. Ja. We verdienen geld. Wat een idee. Heerlijke sound effects ook. Het is ook iedere keer een ander level. Nee. Het is fucking moeilijk, broer. Maar op het moment dat jij dus Rob en Milo hebt vrijgespeeld, stuur me even een Insta-DM naar Koen. Dan zet ik je even in mijn Insta-story, want dan ben je wel baas. Dit is een top-app. Ik ga nog even lekker doorspelen. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken in deze video. Vond je het leuk? Wil je dat ik vaker zoiets ga doen? Laat het vooral achter in de comments. Ik heb nog wat andere leuke ideeën die ik ook kan doen op Fiverr. Vind je het leuk? 10.000 likes. Koop je Google Play te goed op ikwildegoed.nl. En koop Priscilla, Mattie en Roel. Ik wil je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze sneller voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Kom BTC, niet voor later een verdubbel. Mensen, het is warm en ruik naar banaan. Een warme banaan.